Zo jongens, het is vandaag 11 juli. We zitten nu één dag in het huis. Nou ja, we hebben gewoon wel geslapen in ons oude huis. Gisteren was een beetje hectisch. We zijn al begonnen met wat verbouwing dingen. Je hebt gezien in de vlog dat dat ding gesloopt werd door Nikki. Vandaag zijn ze gipsplaten halen om dat te halen. Er waren ook heel veel van onze vrienden en familie waren even langs geweest om te kijken hoe het eruit ziet. En dit is eigenlijk de ravage die ik vanochtend aantrof. Omdat ik gisteren geen zin meer had om te op te ruimen. En omdat ik moest tennissen gisteren. Dus ik wilde ook niet, ik wilde ook niet meteen alles opruimen. Omdat ik daar gewoon simpelweg geen tijd voor had. Kijk, zo ziet het eruit. Het is meteen een rommel. Dus daar ga ik nu eerst even opruimen. Cadeautjes die we allemaal gekregen hebben. Veel wijn. Rommel, 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 rommel. Tijd om het op te ruimen. Zo, dat is een stuk beter. Heel stuk beter. Nou, nu is het tijd voor mij om behang te gaan krabben. Kijk, ik sta nu in het slaapkamer met het balkon. En ik ben hier gisteren begonnen met behang krabben. Hij gaat nog niet zo heel makkelijk. Dit moet ik even allemaal in de zak doen, dat het niet zo'n teringzooitje wordt. Pardon my language. Mijn batterij is nog steeds in het flesje, want ik had hem hier laten liggen. Dus ik ga geen timelapse maken, maar ik ga wel het laten zien als het klaar is. Of als ik voor vandaag klaar ben. Want ik ga vandaag tot 1 uur behang krabben, zodat ik daarna kan gaan tennissen. Want we staan in de halve finale. Ja, 12 juli. Het galmt hier een beetje. Nou, zoals jullie zien is de kamer echt al veranderd. Dat was al. Barretjes eruit. De vloer is eruit. Het galmt nu hier nog meer. En het is nu zondagochtend. Ik moet dadelijk tennissen. Finale inmiddels gehaald. Dus tijdens het klussen door ben ik steeds gaan tennissen. En hebben we ook nog gewoon gewonnen. Ja, fantastisch natuurlijk. En vandaag is de finale. Dus... ik moet wel zeggen dat ik enorm last van mijn pols heb van het behangkrabben gisteren. Ik ga jullie eventjes nu het huis laten zien hoe het er nu uitziet. En dan is dat het einde van deze vlog. Er komt een hele leuke, drukke klusweek aan. Puk komt nog langs. Maar dat zien jullie dus allemaal in de volgende vlog. Dus ik wil je even een update geven van wat we tot nu toe hebben gedaan. Ik ben hier deze ochtend alleen maar even om... de boel van gisteren en eergisteren op te ruimen. We hebben superveel behang gekrapt al. Nou, hier. Dit heeft Nikki allemaal al opgeruimd. Dus dit is eigenlijk redelijk opgeruimd. Alleen het aanrecht is smerig. Dus ik ga even afwassen. En ik ga jullie nu laten zien wat er allemaal al aan behang is gekrapt. Ja, nu loop ik door deze deur, snap je? Deze deur, er zat soms zeggen een ketting hier, dat die dicht viel. Super irritant, want je wil eigenlijk gewoon dit doorlopen. Dus deze deur is er uitgesloopt door Nikki. Er is overigens heel veel gesloopt door de vrienden van Nikki. Dus die deur is, ja, hij bestaat nog, maar hij is een beetje krom getrokken en zo. Dus misschien moeten we ook een nieuwe deur daar. Dan ga ik even naar boven, want daar ben ik vooral bezig geweest. Nou, de muur die ik jullie gisteren liet zien waar ik mee aan de slag ging, is deze muur. En zoals je ziet, is de wastafel eraf. Daar moet nog een heel klein stukje behang getrokken worden. Maar verder is deze muur helemaal klaar. Heel fijn. Nou, bij die muur kwam er nog een groene behang achter vandaan. Dus die is wat moeilijker eraf te krijgen ook. Maar goed, zijn we ook al een heel stuk. Nou, daar is Nikki begonnen. Nou, dat was waarschijnlijk een irritant stukje, want hij is niet ver gekomen. Nou, dan deze. Dit wordt de slaapkamer. Hier zijn alle dingen van de muur gehaald nu ook. Die nog niet eraf waren gehaald. Oh, het is een beetje blurry. Nou ja, deze
is nu echt kaal en leeg. En dan deze slaapkamer zijn we ook begonnen met het behangtrekken. Die is echt een verrassing om er vandaag gekomen. Prachtig kinderbehang. Holy moly, is wel heel blij. Maar goed, dat gaat er ook allemaal af. Dus ik ben benieuwd wat dit huis allemaal nog meer voor verrassingen heeft. Goedemorgen, het is... Hoeveel is het? Het is 13 juli. Vandaag gaan we weer klussen. Het is de derde dag dat we gaan klussen. Er is een hoop gebeurd al. We zijn nu trouwens niet... we zijn nog thuis. Of in het oude huis, moet ik zeggen. Vandaag staat het in het teken van behangkrabben. Een vriendin van mij komt zo. Elise komt me helpen. Mijn ouders komen helpen. De vader van Nicky komt helpen. En er komt de elektricien komt vandaag. En de loodgieter. En ik ga bellen voor de vloerverwarming. Video bellen. Die gaat even kijken hoe en wat in ons huis. Dus dat staat vandaag allemaal op de planning. Hele drukke dag. Hele belangrijke dag. En ik hoop dat we hebben gisteren één kamer helemaal behang... vrij gemaakt. En ik hoop dat we vandaag een tweede kamer behangvrij kunnen maken. Omdat we zoveel hulp hebben vandaag, hoop ik dat dat gaat lukken. Laten we naar het huis gaan. Ja. Na het slopen van dit ding, mag hij nu een nieuwe ding eromheen maken van gipsplaten. Ja. Dus ze gaat nu... Hoe noem je het? Een koof, hè? Een koof ben je nu aan het maken, toch? Ja. Nicky is hier bezig en papa maakt alle latjes in de tuin. Dus daar zijn ze nu mee bezig. Ik denk dat dat vandaag wel afkomt. Dan ga ik jullie ook even meenemen naar boven. Ja, even laten zien dat deze kamer helemaal gekrapt is. Helemaal gekrapt, ja, ja, ja. Dus deze is klaar. En hier zijn we ook al een heel eind. Elise is hulp te roepen vandaag. En mijn moeder die is nu naar beneden, die gaat koffie zetten. Deze muur is al gedaan. En we zijn pas in de ochtend nu, hè? Dus er komt nog een hele hoop. Deze is al voor de helft gedaan. Hier, ja, dit gaat helemaal goed komen. Hier zijn ze nog steeds druk bezig met de koof. En boven zijn we inmiddels klaar met de slaapkamer. Met behang trekken. Alle behang is getrokken. Maar we hebben besloten het plafond er ook uit te halen. Dus dat doet zo. Vader is begonnen met behang. En hier de gipsplaat uit het plafond. Hier wil ik niet. Hallo allemaal. Wacht, ik zal eens eerst even in de camera praten. Hallo. Het is 9 uur inmiddels op 13 juli. Er zit weer een goede klusdag op. Deze prachtige koof die ik nu in beeld laat zien, is af. Hij moet alleen dichtgemaakt worden als het elektriciteit erin zit. En boven zijn we ook echt heel ver. En schrik niet, want we hebben besloten toch... Ja, dat had ik volgens mij al in de vlog laten zien. Maar we hebben het plafond er toch gaan we het uit laten halen. Dus kijk... Het ligt nu helemaal open. Zie je dat? Hier komt het licht binnen. Het zit gewoon hierboven. Joh, kunnen we naar een andere kamer kijken. Ugh. Nou ja. Dit ligt nog open en we wachten. De elektricien komt morgen. Ik wil hier twee spotjes voor de ramen. Een dimmer hier. En dan nog vanuit de lamp gaat daarheen. Een aan- en uitknop voor... alle lampen. Dat is fijn voor als je in bed ligt, want die komt hier. Stopcontact daar. En daar moet er nog heen komen. En hier. Daar komt de computer. En mijn game. Daar zit het stopcontact. Daar zit het stopcontact. Nou, helemaal goed. Daar komt een wasbakkie. Hier komt een twijfelaartje, denk ik. Qua bed. En dan is het eigenlijk klaar. Die andere kamers, daar gaan we echt nog niet zo heel veel aan doen. Dus dat laten we voor nu eventjes. Maar dat was eigenlijk de update van vandaag. Goedemorgen, het is 14 juli. Vierde dag dat wij aan het klussen zijn. En we hebben vandaag iets leuks. De stucadoor die wil komen. En wij hebben deze gang, die in principe ready is,
om gestukt te worden. En we hebben hier een uitdaging wat we nog even klaar moeten maken deze ochtend. En dat is deze behangwand. Maar die is heel lastig trekken, want kijk, daar is de trap. En tot daar is het behang. Dus je ziet het probleem in de gang. Daar moeten we deze ochtend even gauw mee aan de slag, want die moet echt af vandaag. Als de stukken door komen, dat ze echt aan de slag kunnen. En er is nog iets leuks. Puk en Ricardo, Rico Choco, die komen vandaag ons helpen. Dat weten ze volgens mij nog niet, hoeveel ze moeten doen. Ze dachten, oh, even gezellig langs, maar ze worden aan de bak gezet. Dus ik sta trouwens nu in de gamekamer. Ik kan je niet voorstellen dat dit een gamekamer wordt, maar dan wordt het wel. Dus ja, oké. Dat wou ik even melden. Nu ga ik dat behang proberen te trekken. We zijn nu een stukje verder gekomen. Ja, ik vind het een beetje jammer, want ik zou heel graag timelapse willen maken. Maar dat gaat nu niet, omdat ik niet met deze camera kan ik iedere keer maar 5 minuten filmen. En dan is die vol, of dan is de batterij leeg. Ik ben nieuw koffie aan het zetten, dus dadelijk verse koffie. Op stream ben ik aan het sparen met een donation goal voor een nieuwe camera waar ik wel timelapse mee kan maken. En dan kan ik, zal ik zeggen, gewoon mijn camera in een hoekje neerzetten. En dan kunnen jullie gewoon zien dat ik iets aan het doen ben. En nu is het iedere keer, dit gaan we doen. Dit is het eindresultaat. En daartussen zie je het niet. Maar ik ga wel even nu laten zien hoe ver we bij de trap zijn. En hoe we dat nu gaan oplossen. Kijk, dit is helemaal klaar. Alleen daar kunnen we niet bij. Dan moet ik nog even de bal dichtgeven. Hey. Hey. Dat is Pippi. Hallo Pip. Het is wel een beetje heet hoor. Oh. Hier zijn de hulpploegen. Pukske. Eric Choco. Hallo, hier is Bob. Pukske. Like en abonneer. Like en abonneer. En hier staat dus die camera waar ik het over vertelde net. Ik had toevallig net over deze camera verteld dat je er timelapse mee kan maken. En Puk heeft hem. En wij zijn deze camera aan het behangloos maken. Het gaat best wel goed, moet ik zeggen. Het gaat echt wel snel. En de rest van het huis is op dit moment één grote stoffel. Want ze zijn van alles aan het frezen in de muren. Nou ja. Hallo, hier spreekt hulpdienst. Hulpdienst. Kijk eens hoe ver we zijn, jongens. Bijna alle behang is eraf. Oh, dat vind ik echt wel. Er zit hier een unit van een standaard onder, jongens, onder die camera. Dat staat echt helemaal nergens op. Ik moet nog gewoon 2 handen vasthouden, want ik kan hem niet aan. Jongens, like en abonneer even op het kanaal van Mattia. Want als je haar nog niet volgt, dan ben je een loser! Dus, doe het! Because you don't wanna be a loser! En we zien daar een stappen zet. Oh, hij is weg. Hij is weg. Oh. Ja, daar staat het. 10.000 stappen. Woehoe! Ja, en Pok. Pok, hey! Ik wou Puk en vloggen. Puk is ook aan het vloggen, jongens, dus je moet ook allemaal naar Puk kijken, die deze prachtige camera heeft. Ja, die moet ik echt nog even. Oh, hallo. Hallo. Oh, ik zal me niet filmen. Hoor ik wel vaker. Oh nee, ik heb geen pimmel. Hi, we zitten. Stond dat erop? Ja. Nee, half volgens mij. Dus ik denk dat ze een heel raar gesprek binnenvallen. Maar goed, we zitten in de cafetaria. Ik vind altijd dat ik er zo raar uitziet als ik een knopje in. Oh, dat heb ik ook. Dat heb ik ook. Maar ik heb ook hier een bult. Dat mensen denken, heb je je kop gestoten? Oh, ik zie hem nou ja. Ja, maar dat is... dat wordt denk ik een horen op een gegeven moment zo. En deze kant komt er ook heen. Je moet eruit komen. Er ligt aan
slechte. Weet je, dat is toch zo'n film, dat die Harry Potter, dat hij horend krijgt. Heb je die film nooit gezien? Harry Potter die horend krijgt? Ja, dat is niet Harry Potter, maar die acteur. Oh ja, jawel. Ja, en dat is zo'n film dat hij horens krijgt en dan is het hele dorp ineens boos op hem of zo. Omdat hij bezest is door de duivel. Man. Wat ik wilde vertellen is dat we lekker gaan avondeten. Ja, voor het eerst. Voor mij doen is het echt, wij eten nooit zo vroeg. Nee, het is ook vroeg, ja, maar het komt even, want ik moet om 6 uur weg. Ja, maar we hebben ook gewoon de hele tijd. En we hebben hard gewerkt. Ja, dat is wel lekker. Dus we hebben, wat heb jij besteld? Sorry, ik kijk echt nooit in het schermpje, maar ik ben echt de hele tijd naar mijn hoofd aan het kijken, want ik vind het zo raar gezicht. Ik kijk altijd in het schermpje. Eigenlijk. Dat mag niet. Nee. Maar nooit zegt iemand in de comments, Mathia, je kijkt deze in het schermpje. Dus. Je weet wat er nu gaat komen, hè? Nee. Mijn comments zijn nooit zo heel druk, dus ik denk dat ze het wel meevalt. Ik ben benieuwd. Wie dit ziet, mag het commenten. Kijk ze niet zoveel naar jezelf, dan ga ik echt best in de comments kijken. Maar, wat heb je besteld? Frietje saté en een frikandel. Ja, ik heb bijna hetzelfde. Alleen ik heb een friet oorlog, dus er zit nog mayo bij. En een frikandel speciaal. Lekker stinkies. Ja, ik heb ook een friet saté en een beerkloof mayonaise. Lekker. En wat heb jij? Bakwater. Zij heeft een heel lief baasje. Oh, wie dan? Jij of jij? Ja, zij is wel de overtreffende stap. Ja? Ik ben ook een beetje gemeen af en toe. Oh ja, jij bent altijd lief. Alleen maar lief. Ik ben strenge baasje. Ik zeg, laten we eten. Het is nooit zo een frietje gegeten. Het is altijd in bakjes. Ja, het is voor de natuur, hè? Het is beter. Goed voor de natuur.